Welkom bij dag 14 van papier 31 en vandaag gaan we leuke boekenleggen maken. En die werkt zo. Je doet hem om de pagina. En je kunt dan altijd op die manier je pagina terugvinden. Dit is een redelijk eenvoudige constructie. Ik zal hem eventjes weer... Kijk, je basis is dus deze vorm. Het is een hele bekende origami vouw. Ik zal even laten zien hoe die werkt. Het begint door de punten naar elkaar toe te vouwen. Dan doe je ook de andere kant op. Nu de andere kant op vouw ik hem door midden. En op dat moment, al bijna vanzelf, krijg je de vorm al in. Ik ga er echt extra overheen met de vouwbeen, dat alle vouwen mooi scherp zijn. Dus dan zitten we op dit moment... Zitten we dus op deze stap. Nou, zie je, dan gaan we eigenlijk dit een beetje omhoog vouwen. Dat je deze vorm krijgt. Nou, hoe doe je dat? Dan vouwen we dus deze naar het midden. Doe het niet zo heel stevig, alleen dat er een klein beetje een vouwtje komt. En op dat moment doe ik hier mijn vinger in en dan vouw ik deze omhoog. Doe ik ook aan de andere kant en dan zorg ik dat dit mooi uitlijnt en dat deze ook mooi uitlijnen. Het vouwbeen is erg belangrijk nu, of anders de achterkant van een botermes of iets vergelijkbaars. Dus dan zitten we bij deze stap. We vouwen dit naar beneden en dan vouwen we naar het midden toe. Volgende stap is, ik doe hier mijn vinger tussen en dan zorg ik dat deze vouwlijn doorloopt met deze middenlijn. Dat doe ik ook aan de andere kant. Zo. Deze vouwlijntjes vouw ik naar binnen. En tenslotte vouw ik deze puntjes ook nog naar het midden. Puntjes naar het midden. Dan vouw ik het geheel weer omhoog. Nog even goed met het vouwbeen over alle lijnen. En uiteraard, zodra je hem gaat gebruiken in een boek, dan wordt het nog platter en mooier. Maar dit is de boekenlegger. Als je dit van een klein stukje papier doet, heb je natuurlijk wel een kleine boekenleggertje. Maar makkelijk over de hoek van een boek. Dat was het voor vandaag. Ik zie jullie graag morgen.